Ja, we kwamen net terug van vakantie vanuit Suriname. En ik kwam op een gegeven moment kwam ik thuis van school. En mijn moeder die riep ons zomaar bijeen in de keuken. Nou, toen vertelde ze van ik heb een knobbeltje gevoeld en ik heb het al laten testen en het is niet goed. Ik ken niemand die zo gezond was als haar. Ze rookte niet, ze sportte, ze dronk ook niet. Die was alleen maar bezig met goede voeding en noem maar op. En dan dat zo iemand dat dan krijgt, dat is heel raar. Elke keer als je naar het ziekenhuis gaat, dan ben je gewoon bang dat hetgene wordt uitgesproken van we kunnen je niet meer helpen. Ze is 53 jaar geworden. Ja. Ze was er kapot van dat ze haar kleinkinderen niet mee zou maken. En ze was al zo bezig in haar hoofd met kleren uitzoeken. En volgens mij had ze zelf al ergens een keer een pakje gehaald wat ze gewoon te leuk vond om te laten hangen. Ja, dat is voor mij echt het zwaarste moment geweest. Om haar dat te horen zeggen. Ja, mijn kinderen die... ik heb ze nog niet. Maar die gaan zeker weten hoe mijn moeder was. En waar ze voor stond. En hoe sterk ze was. Een hele, ja, lieve, warme vrouw. Die altijd alles heeft gedaan voor ons. Mijn moeder kon... die had hele, hele leuke humor. Die maakte soms zelf een opmerking. En dan verdween ze in de keuken. En als je op een gegeven moment vroeg van ben je nog steeds aan het lachen, dan kwam ze echt schaterend die hoek om kijken. Van ja, nog steeds. En dat was een lach waarbij je geen geluid meer hoorde, weet je wel. Maar alleen iemand helemaal kapot zou gaan van de grap, zeg maar. Ze hield van feestjes. Ze hield van koken. Passieve muziek. Mijn vader was een drummer, mijn moeder was zangeres. En ik drum zelf ook. En mijn moeder stimuleerde me daar altijd wel heel erg in. Van doe wat je leuk vindt. En bij elk optreden, bij wijze van spreken, was ze erbij. Ja. Bepaalde dingen zoals je moeder het maakt, dat krijg je nergens anders. Dat is wel echt iets wat ik enorm mis, moet ik eerlijk zeggen. Ze was natuurlijk Nederlands, maar ze kon hartstikke goed Surinaams koken. En heet eten. En daar stonden mensen altijd van te kijken van dat zij dat dan had gemaakt, weet je wel. Ja, dus daar was ik ook wel heel trots op. Ja, nou, mijn moeder wilde heel graag nog naar de giraffen. Want ze was helemaal gek van die wimpers die de giraffen hadden. Dat is helaas niet meer gelukt. Omdat ze was gewoon niet meer zo mobiel de laatste periode. En ze zat ook aan het zuurstof, dus dat ging niet meer. In de laatste week zijn we toen in plaats van naar de dierentuin... zijn we gewoon met een... met wat familie zijn we gaan picknicken. Om toch nog gewoon heel even eruit te zijn. En ja, je kan het ook niet plannen. Je kan niet te ver van huis weg. Je moet overal rekening mee houden. Je weet niet wanneer het gebeurt. Ja, ik kan mijn moeder er niet meer mee helpen. Maar zoals ik zijn er nog veel meer andere mensen. En hoe mooi zou het zijn als deze ziekte niet meer dodelijk is. En dat anderen dus... wat ik ermee heb gemaakt, dat ze dat niet hoeven meemaken. Is het een eerlijke strijd als je tegen kanker moet strijden? Als je familie zo ziet lijden? Ik denk zelf van niet. Het brengt veel pijn, onmacht en verdriet. Wij en de rest van de familie hebben haar los moeten laten. Waar zij nu van boven over ons zal waken. Lieve mama, ik wens je een goede reis. Vind vrede, liefde en rust in het paradijs. Ik doneer voor alle mensen die net zoals mijn moeder te maken hebben met deze vreselijke ziekte, omdat ik er nog steeds in geloof dat we samen kanker de wereld uit kunnen helpen. Voor wie doneer jij? Doneer en deel jouw verhaal via kwf.nl/ikdoneervoor.